Mo was er, Karim was er. En Mo komt naar me toe. Die zegt, hey, ik doe nog een klein stukje. Ik zeg, wat? Ik doe een klein optreden, want ik zweer het je wordt lachen. Ik zeg, Mo, de taart is geweest. De mensen gaan zo naar huis. Ja, daarom, wacht, ik doe een klein stukje. Wallah, ga je echt appreciëren. Moet je zeggen in de show, appreciëren. Dat is een mooi woord, appreciëren. Wacht. Ai, meneer van de band. Meneer van... Ai. Snorri. Ik moet even wat zeggen. Stoppen. Zo, ja, man. Je speelt dezelfde muziek als op het bandje. Ik ben niet gek, hè? Ja. Ik moet even wat zeggen in de microfoon. Dames en heren. Jongens en meisjes. Hartstikke goed, hè? Hartstikke goed, man. Dames en heren. Ja, zo is het goed. Kijk. Dames en heren. Laat hem zo. Ja, laat hem zo. Hij is goed, kijk. Dames en heren, hij is goed, laat hem zo. Nee, nu kan die knoppen weer zitten, maar dan gaat hij weer verkeerd en zo. Ja, test. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Voordat iedereen naar huis gaat, is mij gevraagd om nog iets leuks te doen. Nou, ik zeg, waarom niet? Dus speciaal voor mijn beste vriend, Najib Amhali, en voor zijn vrouw. Oké. Okay. Nou, gewoon in het Nederlands, hè, maar dat is leuk. Want ik zie nog allemaal Nederlandse vrienden en vriendinnen. En dan kunnen we het gewoon allemaal verstaan. Dat verstaat iedereen hier. Behalve de tantes van Najib daar in de hoek. Die oude tantes daar, die verstaan niet zo goed Nederlands. Dan denk ik, ja, jammer dan. Had je gewoon Nederlands moeten leren. Ja, die verstaan niks hoor. Moet je opletten. Hey, oude taarten. Zie je, die denken, oh, wij krijgen oude taarten mee. Ja, maar dat begrijpen ze. Denken, wat gaan ze doen met de taart of zo? Ja, misschien gaan ze dat wel weggeven. Ja, dat kan je nog best eten, want het is gewoon taart. En het is gewoon 3 dagen als het er blijft. Het is toch gewoon cake, hè? Gaat het niet verrotten of zo? Denken, misschien krijgen wij dat mee. Oh, kijk, hij zegt oude taarten mogen wij meenemen. Dat is wat ze verstaan. Maar begrijp, wij bedoelen iets anders. Oké, daar komt het. Hè? Nee, ik begin net, man. De A is van Amhali. Zo heet jij. Nu ook je vrouw, want ze hoort erbij. De B is van een broer. Dat ben jij. Mensen denken, hij is de broer van een type of zo op het toneel. Nee, man, echt niet. We hebben veel grotere flaporen. Het is een grap. C is van Cindy. En die ken je nog heel goed. Want vroeger... Weet je nog? Cindy. Van de zwembad. Oké, begrijp. Ik sla over. D. D is van denken, dan pas doen. Dat is een goede motto. Want vroeger deed ik anders. Hè. Deed ik eerst, dacht ik er later over na. Ja, dacht ik, had ik het nou maar niet gedaan. Maar was al te laat, want ik had het al gedaan. Dus nu doe ik het niet meer. Hoef ik ook niet te denken, waarom heb ik het nou gedaan? Nee, want ik heb het niet gedaan. Hoef ik ook niet te denken, ja, maar zal ik eens erover nadenken om het te doen? Nee, want dan doe ik het en denk ik, ja, ik heb er wel over nagedacht. En toen heb ik het gedaan en nu denk ik, had ik er nog beter over na moeten denken. E. E is van Ellen en die woonde bij ons in de flat. Oké, nee, doe ik ook. En Ellen. Hè? Klaar? Nee, man, ik ben nog niet klaar. Dat zeg ik. Ik moet nog letters doen, man. Denk je dat het alfabet ophoudt of zo bij 3, 4 letters? Misschien waar jij vandaan komt. Hier, dan ben ik het in de war. F, oké. Niet steeds doorheen praten, alsjeblieft. Ik ga toch ook niet, als jij muziek maakt, ga ik ook... Oh. F is van vrienden. Dat zijn wij. Dat zijn wij allemaal. Daarom zijn we hier op het feest. De G is van de G gewoon. Want de G, weet je... Als je daar zit, dan weet je pas wie je echte vrienden zijn en wie niet. En jij bent gewoon echt vriend. Want heel vaak zeggen ze, ja, als je daar zit, dan komen we op bezoek en zo. En dan komen we wel. Maar als je zit, dan komt er niemand op bezoek. Die denken, nou, eenmaal in de G, altijd in de G. Die denken, nou, laat hem maar lekker zitten daar. Een beetje sport, een beetje lezen en zo, een beetje televisie kijken. En, maar als je daar zit, ga je over dingen denken. Dan denk je, nou, dit... Ja, je familie komt er niet omdat ze zich schamen en zo.
Wel allemaal zitten, wel allemaal hier op het feest. Maar bij mij zijn ze nooit geweest. Ik had ook wel dit gewild allemaal, hoor. Zo trouwen en vrienden en dat iedereen je mag en zo. Maar het is gewoon geluk. Het is ook van geluk. Sommige mensen hebben gewoon geluk en sommige mensen hebben gewoon geen geluk. En mensen met geluk gaan allemaal domme dingen zeggen van... Ja, maar jouw geluk, het komt er nog wel, dat komt er nog wel. Dan denk ik, ja, wanneer? Het komt gewoon niet. Dan gaan ze zeggen, ja, maar geluk moet je afdwingen. Ik zag een keer een meisje, ik dacht, met haar word ik echt gelukkig. Had ik een beetje gedwongen. Nou, toen kon ik weer terug. Denk ik, nou, hou je goede raad maar voor je. Terug. Zo. Bijna huilen, zag je dat? Ja, denken die mensen ook. Ja, die Mo is ook een homo. Gaat die huilen? S is van SOA-test. Oh nee, wacht, shit. Wat is de S? Nee, man. Andere, wacht, ik doe andere letter. Ik was met de... Hè? Nee, ik ben niet klaar. Ik zei S, dat zag ik. S, als ik zeg Z van de Z, dan is het klaar. S is zo en Z is zo, man. Hij is irritant als ik... Zie je dit? Waarom heb je hem uitgezet? Waarom? Ik ben nog niet... Luister. De R komt er nog. De W komt er nog. De P komt er nog.